Deze tutorial is afkomstig van de instructie-DVD van Voca Glas. Op de DVD wordt stap voor stap uitgelegd hoe je zelf aan de slag kunt gaan met glas en lood, Tiffany en brandschilderen. Het volgende wat we gaan laten zien is het maken van een raamhanger volgens de authentieke glas-in-loodtechniek. De glassnijder die we gebruiken wordt gevuld met snijolie. Zo blijft het wieltje van gehard staal soepel lopen en breekt het glas gemakkelijker. Nu kunnen we gaan snijden. Ik ga eerst deze uitsnijden. Dat kan ik met de liniaal doen. Kijk even of het goed zat, ja. Dan ga ik deze uitsnijden. Met twee handen heb je makkelijker kunt sturen. En drukken tegelijk. Begin goed bij het begin. Je hoeft je snijder niet altijd te horen kraken. Want bij het ene glas doet hij dat wel, bij het andere niet. De zogenaamde driepuntstang is een luxe tang en fijn om te gebruiken. Het bovenste deel moet in een hoek van 90 graden op de snede staan. Na elke snede breek je. En weer zo, een beetje met de boeg mee. 1, 2, hoppakee. Dit is de glas gruisbreektang. Die heeft een rechte bovenkant en een holle onderkant. Die zetten we vlak bij de snede. En dan breken we hem zo af, net zoals we het met de hand zouden doen. Dan hebben we de snijliniaal. Iets wat recht is, kunnen we dus gelijk met de liniaal snijden. We kijken of hij goed staat. En we snijden binnenkantlijn, snijden we de steel eraf. Breken doe je als volgt. Zo, dan krijg je een goede breuk. Dan gaan we het rondje snijden. En we breken weer zo. De rechte stukken die we moeten snijden zijn dus heel gemakkelijk te snijden met een strokensnijder. Ik ga nu even opmeten welke maat we hebben van heel de rand, want dat zijn allemaal stroken. 2,2. Je kunt hem hier instellen op 2,2. Toevallig is dat net de breedte van deze, dus die kan ik zo gebruiken. Inclusief de ruimte van de snijder. Die zetten we hierin en dan gaan we er gewoon er langs. Dat gaat heel makkelijk. Voca Glaskunst, de grootste speciaalzaak van het land.